Mijn moeder is vermoord in 2007. Ze noemen het de Panasja-moorden. Ja, ze werd gevonden daar in een slootje 3 dagen nadat ze vermist was. Ja. Het was wel 3 heftige dagen. En daarna, ja, het was helemaal zwaar. Want dan werd er al eerst geconcludeerd dat het een ongeluk was of zelfdoding. En ik ben naar die plek gegaan waar ze gevonden is. En bleek een slootje te zijn van 30 centimeter. Het was dus geen zelfmoord. En toen viel de tweede dode, de derde dode. En toen zijn wij bij de politiebureau opgeroepen. Dat ze fouten hadden gemaakt op het begin. Dat ze een nieuw onderzoek hebben gestart. Eigenlijk helemaal super. En toen is zij opnieuw opgegraven. Onrechtvaardige wereld. Onrechtvaardige wereld. Dat doet het. Dat de wereld gewoon... Dat gewoon niet klopt. Er staan tijden in, belangrijke gegevens. En het moet gewoon naar buiten komen. Medicijngebruik, alles. Het houdt niet op daar, joh. Het moet stoppen. En daarom ben ik gewoon een petitie gestart. Het moet echt ophouden. Mag ik jou wat vragen? Ja. Mijn moeder is vermoord. Nou ben ik een petitie gestart om dossier vrij te krijgen van die psychiatrische patiënt die daar loopt. De politie heeft het dossier in handen gehad. En wat doet die instelling? Gaat in hoger beroep. Het mag niet worden ingezien. Wat vind je ervan? Ja, niet goed. Gewoon tekenen. Jij, bam. Goed zo. Positieve reacties. Ja, je hoort heel veel verhalen. En vooral verschillende verhalen van mensen ook. Die zeggen van ja, maar hoe het daar gaat, het is gewoon niet leuk meer. De wereld is naar de kloten.